Hi allemaal, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag ben ik met Adelina. Ja, we hebben weer een nieuwe Shein shoplog. En we hebben dit keer zin op festival. Ja, op categorie, thema gelegenheid. Ja, we hebben dus festival gedaan. De festivals kunnen eindelijk weer beginnen. Alle coronaregelen, we zijn er vanaf. Ik heb wel echt heel erg de zomer. Ja, ik mis niet zo. Ik wel. Oh, ja, ik zeg maar voor nu. Je hebt een beetje voor binnen ook een beetje. Voor nu festival. Oké, okay, ja. Voor ik heb echt dat je denkt, oké, dat is aardig zomer. Maar ja, dan kort en zo. Ja. We hebben een doos. Ik heb ook een kortingscode. Die zal hier in beeld staan, want die weet ik nog niet. Die kan je wel gebruiken en krijg je volgens mij 15% korting. Dus dat is hartstikke chill. Ja, verder staat ook alles in de beschrijving. Linkjes, maten, everything. Oh, hier hoor. Oh, ik heb het. Zo, wat thuis. Holy shit, het is echt heel veel. Hè? Past het allemaal in dat doosje? Ja, ik snap het. En wat zit er allemaal dan? Oh nee, die heb ik wel! Ik heb hem al. Ja, ik weet al, deze heb ik, ja. Jezus! Jezus! Dit geeft kijk op ons hoofd. Het geeft een licht op ons hoofd. Deze keer niet normaal. Ja, maar wel. Ja, ik dacht misschien een leuk festivaletje Koningsdag. Maar we gaan niet meer naar een festival. En waar zijn die brillen dan? Ja, die zijn want ik heb wel echt één bril bij één outfit. Ja, maar dat is ik ook. We hebben zeg maar, je kan geen bril missen op een festival natuurlijk. Maar je gaat echt allemaal elkaars brillen kopen. Dus, kopen. Een soort vlindertje. We gaan echt elkaars brillen kopen. Ja, hoe leuk dat je dat een beetje kunt afwisselen. Kijk, je hebt van die gekke... Nou, mooi! Echt? Ja, ik weet wel, hè? Nee, dat is ook heel grappig. Zomaar. Kijk hoe bizar dit brilletje is. Je wilt? Dat is niks. Dat is heel voor alle. Ja. Mensen gaan sowieso weer op festival. Dat is toch geweldig? Gast, ik ga dit zo mooi doen. Jij bent net Wings. Wings. Grappig printje toch? Ja, dit is het eerste jurkje. Het is eigenlijk meer gewoon een soort zomerjurkje ook. Voor de boot. Wat doe je nou? Die vind ik echt wel leuk. Ja, dit is gewoon een fucking leuk printje. Schattig. Maar als het echt fucking heet is, ook heel leuk voor festival. Ja. Ja, heel leuk. En dan deze laarzen. Dit is echt een zaakprintje. Ja. Deze laarzen. Nee, dit is een andere laarzen. Oh. Jij bent altijd. Daar, dan kom je altijd van die gekke dingen. Ja, dat die andere, maar even deze ook leuk. Ja, die heel andere leuk. Oh. Deze. Wat grappig. Maar ik ben zo. Maar? Ik ben zo gelukkig mens dat ik dezelfde maat heb. Grap. Dit wordt wel echt koude vieze professor. Ja, ik ga die niet uit. Dit kan je echt niet aan. Stom. Maar het is wel hoe leuk staat het op elkaar. Dat staat eigenlijk wel heel leuk. Nice. Oké, dus dat. Dit is de outfit. Ja, ik vind hem wel heel erg leuk met die laarzen erbij. Maar ik vind het niet per se echt een festival outfit. Ik vind de bovenkant wel heel leuk. Hij zit echt super mooi. En ja, ik vind hem echt fucking leuk met die laarzen. Nou, misschien jurk nog wel naar een festival, maar met die laarzen kan het sowieso niet. Maar ja, dit dus. Wel leuk! Nee, doe alsjeblieft die broek. Ik ben zo benieuwd naar die broek. Ja, zo, die is niet normaal. Die is niet normaal. Ja, elke maat heb je dan S of zo. Is een beetje niet normaal. Maar ik ben bang dat hij een beetje echt wel heel groot was. Ja. Maar hier is hij wel smal, dus ik denk dat wel moet komen. Hij hoort wel een beetje oversized te denk ik. Moet juist lekker groter dan een heel strak top. Met een beetje een gek printje en helemaal wijd aan de onderkant. Stel je doet hier een wit strak top. Oh, blauw. Shit. Blauw. Leuk op elkaar. Kijk dan. Ja, dit is amazing. Ja, oké. Okay. Dit is echt heel leuk. En dan met dit topje. Ja, en met die bril. Die had ik in mijn ogen, die blauwe bril erbij. Kijk dan zo. Ja, juist, lijkt het niet normaal. Met paars niet. Niet normaal. Nou, dat is mijn eerste outfit. Applaus voor Nina. Ik word al helemaal blij. Ik wil het gewoon allemaal nu aan en zomer. Ik heb het topje aan. Het topje is eigenlijk wel perfect. De broek is net iets te groot. Maar ik laat hem even innemen door de oma van Anne. Die ziet hier is wel echt een beetje... Ik heb hem net met een riempje geprobeerd, maar dan wordt hij ook zo niet mooi, want dan komt hier zo'n bobbel. Hij is verder echt goed. Perfect. Is die qua lengte en zo? Is die gewoon heel leuk? Klopt. Alleen de bovenkant moet gewoon een beetje ingenomen. Ja, hij moet gewoon iets ingenomen worden. Ik ga denk ik beginnen met dit, want dit is zo niet wat ik zou dragen, maar het is zo... Ja, weet. Oh, deze heb ik ook volgens mij. Ja, dit is echt nou. Ja, heb je deze? Ja. Oh, ik vind het zo... Lijkt me zo heel mooi. Maar ik heb hem echt één keer aan. Hij zou heel goed staan. Deze. Bij jou staat bruin ook mooi. Heel leuk.
En dan met een bijpassende broek. Echt? Ja. Ik wist niet dat je deze had. Ja, ik heb gewoon een blos bijgevonden, maar eigenlijk bijna hetzelfde. Het is hetzelfde. Gast, dit is fantastisch. Yes. Ik dacht, leuk pakkie. Waarom doe je dit zondag niet aan? Kijk, hij is echt heel dun. Hè. Dit is echt heel lekker. Ja, of je doet een panty eronder. Maar gast, dit is niet waar. Maar ik denk dat hij wel heel erg dun is. En dun. Hey, ik vind dat Shine echt veel opties hebben wel daarvoor. Zo. Festival is het echt. Er staat niet een kopje met festival, maar als je gewoon een beetje zomer. Ja, als je een beetje creatief bent, dan kan je wel iets, echt iets leuks hebben. Dus dit setje en... Dan had ik een keer een tasje erbij. Oh! Hoe heeft het allemaal gepast in jou? Ja. Ik snap er gereed van. Een keer een bruin. Nee. Nou. Ik dacht, was leuk. Holy shit. Bruin. Maar die tasje is sowieso echt fucking mooi. Nou ja, en ik heb sowieso nooit tasjes, dus super leuk. Oh, hij heeft ook een handje. Oh. Ja, dit is niet normaal! Ah. Ik heb echt goed gekeken toen mijn tasje mezelf niet alleen mee. Nee. Nou, jongens. Het is leuk, maar voor thuis. Ik zou het dus niet zo snel aan doen, want ik voel er niet heel chill in. En hij is heel dun. Het schijnt overal best wel door, maar je kan er wel echt in leven. Dus ik zou hem niet zo snel naar een festival doen. Oh. Heel erg. Heb ik. Heb ik een kort broekie. Oeh. Altijd goed. Ja. Ik hoop dat ik hem pas, maar ja. En hij is echt lekker raffle. Easy, dit past je makkelijk. Ik hoop niet dat mijn kont onderuit komt, maar ja, dan mag boeien, fuck it. Ah joh, festival. Mag het wel. Dan een... Nee, waarom doe je het niet? Nee, dit doe je niet. Wij, onze imitatie gewoon. Wat hebben we? Hoe zit dit? Ja, dit is de top en dit gaat denk ik... Andersom. Volgens mij gaat dit gewoon zo. Zo, dat is wel echt heel mooi. Dat is heel nice. Zeg maar zo. Wat heel sexy. Maar, dan hebben we nog iets eroverheen. Want ik zit weer zo. We vinden ook alles leuk. Zal ik even zijn erbij zeggen, maar... Ja, ik zou wel eerlijk zijn. En dan heb ik zo'n... Zo, dit is ook... Graaf op de boot. Zeg maar, kijk. Nee, dit gaat over die top heen. Dit ga je niet aandoen. Wel? Ik vind het niet normaal. Dit is heel sexy. Dit gaat er dan zo overheen. Hoe heb je dit zo bedacht? Ja. En dit is dan een cape. Zo'n ding. Wel heel leuk voor op zo'n broekje. En dan witte laarzen. Dit moet ik straks aanzien. Dit moet ik wel echt aanzien. Oké, maar dit moet je even aanzien, maar dit wordt echt heel creatief. Deze, ik denk dat die cowboy luister het leukste moet krijgen. Ja, denk ik ook. Dat maar die laat ik ook meer witte. Ja, die laat ik zo zien. Maar dit is of je witte Dr. Martens. Oh ja! Ja, die kunnen hier dan ook goed om. Ja, dat is fucking nice. Oké. Dit is mijn volgende outfit. Het topje past er niet echt onder, maar ik kan er gewoon een ander topje onder aan doen. En het topje zelf is gewoon heel erg leuk. Zeg maar, van achter ziet het er een beetje te raar en te dikke band uit of zo. Maar ik kan er gewoon een bralette onderaan doen. En ja, het broekje is eigenlijk ook wel goed. Een beetje aan de stokkige kant, maar op zich zit het wel gewoon prima. En dan die leuke cowboylaars erbij. Ja, het is helemaal een outfitje. Echt een festival outfit. Dit is echt een festival outfit. Maar hier zou je ook naar de Burning Man kunnen gaan. Ja. Dat is echt wel heel heftig. Ja, maar dat hou daar ook van. Geweldig. Dat is geweldig. Ja, maar en dit gaat natuurlijk gewoon een beetje zo waaien. Dus je moet echt een soort Chinese cape. En misschien een bralette of zo eronder. Maar verder wel echt heel nice. Echt fucking leuk ding. Next one. Oké. Maar dit is gewoon een cape of zo. Ja. En dit is eigenlijk een broekje. Ja. Oh, dat is echt heel mooi. Want er zit ook een broekje in. Er zit een broekje in. En dan dit met Dr. Martens. Ja, met heel Dr. mooi. Dr. Martens. Ja, ik vind het ook. Ja, ik heb deze dus ook, maar ik weet niet waar. Maar doe je daar dan nog een broekje overheen? Nee. Ja, het ligt eraan hoe... Misschien, ik weet je wel een bikershortje als je daar... Oh, ja. Het ligt er een beetje aan hoe kort die is. Maar als de foto zag er niet heel raar uit. Nee. Zo'n heel zwart outfitje. Oh, nee. Deze erbij. Leuk. Toppie. Die doet erop. Maar het zit wel over je billen heen. Ja, volgens mij is die best wel netjes. Alleen ja, ik snap ook dat je er niet fijn dat je er even een bikershortje overheen doet. Deze riempie. Oh! We zijn nog niet klaar. Hele outfit. Ja, dit is wel mijn volledig meest gemenige outfit. Dat is heel leuk. Nee, ik had niet even. Je waait voor een ander outfitje. Dit is het volgende outfitje. Het zwarte topje zit echt perfect. Er zit ook een soort strikje aan de achterkant. De riem zit er heel leuk bij. En deze is eigenlijk ook heel leuk. Alleen is dat zwarte broekje wel echt wel te kort. Je moet wel echt... een ander zwart broekje onder of een bikershort. Met Dr. Martens eronder. Kut, deze gaat ook weg. Met Dr. En een spijkerbroek. Met Dr. Ja, ik wat zit er nou helemaal niet in je schoen? Dat zit onder mijn schoen. Dit kan ook nooit een keer normaal. En
Nee. Happy! Ja, nu ga ik naar mijn lievelingsoutfit, hoop ik. Oh ja. Die broek heb ik gewoon extra bijbesteld. Ja, zo lief. Ja, anders had het echt niet goed geweest. Oh, ik ben zo bang dat die al te groot is. Gast, dit is koud. Gast, laat die achterkant ook even zien met die zakken. Ja, dit is echt zo helemaal. Dit is echt anders. En dan zijn we nog niet klaar. Laat die onderkant zien. Ja, dit gaat mooi staan, Anne. Ik voel het. En als die oversized is, gewoon een riem erom. Ja, tuurlijk. Maar onze broek zit toch in. Weet je wat leuk is? Deze is precies. Ja, dit slaat nergens op. Die achterkant. Ja, ik hoop zo dat het leuk is. Hoe cool. Ja, dit is fantastisch. En maar dan? Dit zou je toch op zich wel aankomen zonder. Ja. Maar dat wilde je ook 9 april misschien ja. Toch? Oh, en wat misschien wel niet af. Ja. Oh. Dus eigenlijk is het. En ik heb zeg maar even een chill satijnen blouse. Toppie. Oeh, leuk. Met schoudervullingie. Leuk. Oh, dus alle chill. En eronder. Ja, en ik heb dat bijna nooit. Dat is voor leuk voor uitgaan hoor. En, ja. Maar dit vind ik wel leuk. Dit is tegenovergestelde. Dat vind ik juist leuk. Een grote show is dit. Pak, maar dat is zo on. Maar als je dit aandoet, mensen gaan echt kijken van wow. Naar de achterkant kijken, mensen kijken je echt aan. Ja. Ik ben omdat heel het zo origineel is. Ja. Kijk, ik heb nu dat pak aan met dat satijnen topje. Dat satijnen topje is trouwens top. Ja, dat is wel leuk. Voor alles leuk is het met je schoudervullingje heel chill. Heel leuk. En ja, van de voorkant zeg maar helemaal zwart, helemaal wit. En de achterkant is het een groot feestje. Daar is alles tegenovergestelde. Niet normaal! Dat vind ik zo leuk. Ja, ik ben er helemaal geen. Ik heb hem ook zelf samengesteld. Ja, echt? En hij is ook net iets, echt heel licht. Andere kleur, maar ik vond zo leuk. En dan doet het billetje erbij. En ik zou misschien nog voor een festival iets korter topje of een ballet voor je onder. Maar dat topje kan gewoon ook een zwarte strooptopje. Ja, dat het iets sexier wordt. Gast, dit is die bril erbij. Dit is niet normaal. Ik vind je achterkant zo leuk, maar ik zou het ook gewoon dagelijks leven dragen. Ja. Dan heb ik dus zeg maar een outfitje met een broekje en een bril. Dus dan heb ik, en ik heb nog een roze tasje. Ik wil echt een roze outfit. Nou, mijn brillo. Het is wel echt een zieke dit bril. Dit is echt een saar bril. Dit is echt een saar bril. Dit is echt iets wat ik aan zou doen, ja. Nou, dan is het weer een broekje. En dan dit topje, die vond ik wel gewoon leuk. Echt vast, zo vast die oh ja. En hij is dus doorschijnend. Er zit hartjes op. Dus dan moet ik wel iets van een bralet of zo. Kijk dat met die bril. Maar het mag wel een beetje sexy blijven. Mag hoe leuk met zo'n bril en dan een roze tasje. Nou, dat is echt geweldig. Dat is heel erg fijn. En dan kan je ook weer gewoon die laars of zo eronder doen. Ja, dit is leuker onder. Oké, dit is mijn volgende outfitje. Ik leek net een soort Totally Spice met die bril, maar I love it. Leuk met die laars. Met die laars erbij, die vind ik echt helemaal bij passen. Ik weet alleen of je dit echt op een festival aan kan. Maar ja, het broekje is echt net een beetje te krap. Maar in ieder geval, hij kruipt altijd omhoog en dat is gewoon irritant. Leuk met een roze tasje erbij. Ik heb een roze bralet eronder, dus dat zie je bijna niet. Dus dit. Let's go! Next outfitje. Ben ik heel benieuwd naar. Maar ik weet het niet zo goed. Oh ja, het is wel echt buiten mijn comfortzone, maar. Ja, maar het wordt heel leuk met die riem. Het is best wel een lange, jurk. Moet een lange jurk. Maar ik doe daar mijn doks onder en dan een... Oh, er zit ook die, maar ik doe een andere riem erin. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, geweldig. Ik vind het printje veel leuker dan ik dacht. En dan met gewoon met deze riem eromheen. Maar nee, dit is ook heel leuk voor de zomer op een zondag. Ja. Nou, next one. Grandma. Ik vind het helemaal niks, maar... Ik zou dit niet zo snel aantrekken. Ik ben ook... Ja, je vindt hem ook te groot, te lomp, denk ik. Ja, ik vind hem gewoon iets te... Ik ben er niet gewend. Ik vind het wel niet meer kort... of zo. Nee, ik vind het er zullen andere mensen heel mooi staan, maar ik vind het zelf een beetje te groot. Maar ik vind mijn doks eronder maakt het wel wat stoerder. En misschien is het wel leuk als je gewoon een keer naar het strand gaat met de familie of zo. Of iets netter gelegen. Maar op festival wil ik het iets korter. Ja. Ik heb deze. Kijk, dit is een shirtjurk. Oh, het is een oversized zwarte shirtjurk. Daar kan je wel leuk mee combineren. Wow. En dit geeft ook licht. Fuck off. Ja, dit is zo reflecterend. Maar hij is echt lekker groot. Fucking leuk. Ja, ik vind het dus heel leuk met laarzen en zo. Maar je kan er ook gewoon een shortje onder doen. Ik denk dat hij wel echt heel... Maar dan doe ik wel misschien een riempje, want hij is heel breed. En ik dacht, misschien is het dan leuk om er een spijkerjasje of zo te En gewoon een bikershirt eronder, toch? Ja, ik zou een bikershirt onder. Sowieso een bikershirt eronder. Dat er een klein beetje uitkomt. Ja. Niet normaal. Zij heeft altijd van die jasjes. Ja, maar ik ben echt een jasje. Ik ga jouw jassen zo hard stelen, jongen. Ja, deze ga ik ook jatten. Ik vind het heel leuk. En ik heb hem een beetje oversized gekocht, want dit vind ik niet leuk als straks zit. Nee. Nice. Dus ik ben voelt ook lekker. Heel benieuwd. Ik vond het ook leuk speels met dat witte. Fucking leuk. Ja, Anne, je kleding gaat gestolen worden. Ik weet niet of je dat leuk.
Ja. Die doen jullie ook, hallo. Fucking leuk. Ja. Dan zie je het. Ja. Ah, nice. Het lijkt helemaal licht. Heel leuk. Leuk. Dit is een outfitje. Ik heb even naar niemand heen gegaan, toen ik net naar bed ging. Hij is wel goed groot. Ik had hem ook wel echt de grootste maat besteld. De achterkant heel leuk. Ik zou hem ook nog wel zonder kunnen dragen. Ik heb nu cowboybootje erbij en... Ik vind het dus wel heel leuk, maar je moet hem wel een beetje opspijzen. Anders lijkt het net als je naar bed gaat. Kijk, zonder is die best wel... Ja, het is wel vet, maar... Moet je er misschien even een tasje bij dragen, een beetje leuk. Dan zou het wel kunnen. Oké, dan ga ik door. Ik denk dat dit wel best wel warm is. Zeg maar, de blouse is best wel warm. Maar ik denk wel dat het gewoon leuk is. Of de jurk. En als het niet voor een festival is, dan voor een feest. Ja, ik ben de laatste tijd amazing. Helemaal into de kleur. Ja, het is gewoon een satijnen jurk. Zo. Ja, hij is wel best wel. Doe even normaal. Maar hij is echt fucking kreukel, dus het ziet er echt niet uit nu. Die kleur. En dan van die cowboylaarzen eronder. Dit zaak vind ik zo ja. Maar ze zijn wel natuurlijk een beetje kreukel nu. Ja, je moet gewoon even een beetje inlopen. Ja. Ook een beetje... Nou, ik vind het wel meevallen. Ja? Het is soms erger hoor. En dan dus cowboyboots. Maar ook niet te hoog. Dit is goed. Dan kan je gewoon leuk ook. Die heb je nog niet. Nee, niet witte. Cowboyboots. Dus ik dacht dat ze ook wel leuk eronder. Maar die cowboyboots kunnen echt ook overal. Ja, die ga ik stelen hieronder. Ja, ja. Oké, dan heb ik deze fucking leuke jurk. Met de cowboylaars. Dat vind ik echt heel leuk. Alleen die jurk is niet echt festivalproof. Meer echt een party dress. Hij is wel echt super mooi en helemaal strak. En hij zit echt leuk. Godver, ik ben heel veel dingen aan het slopen gewoon. Ah, oh, nee, dit leuk. Is zo schattig. Oh, een broekpak. Oh, dit is een jumpsuitje. Oh ja, een jumpsuit noem je nee, dat. Een playsuit. Een playsuit. Oh. een playsuit. Oh, een jumpsuit. Wat zei ik nou? Een jumpak? Jumpsuit. Jumpak. Met een playsuit. Met mouwtjes. Nee, broekpak zei ik. Oh, broekpak. Hij is daar. Ah, Juma. Dag. Ik zit er al van spieken. Ja, ze hebben weer dat ding uit te leggen. Oké, leg uit. Met, nou kijk, het is een beetje bij de mouwtjes. Het is, als het goed is. Oh, dit is heel mooi. Oh, ja, hij is wel iets... Heel mooi. Oh, leuk dat mouwtje, ja. Een beetje diep uitgesneden. Dan moet ik even kijken of ik dat een beetje vast ga maken of iets. Want nee, joh. Ben ik nooit zo... Ja, kijk ja, dit. Nee, maar als je dit dicht hebt en je hebt daar een bralet onder, is het fucking mooi. Ja, dan moet ik wel een bralet bedoelen. Ja. Doe je hier ook die riem om? Daar heb ik die riem omheen, maar ik heb dus ook nog een tasje waarvan ik niet weet waar ik het bij moet. Maar ik vind hem gewoon heel leuk. Want... Ja, hij is wel echt leuk voor de festival. Dus ik laat hem wel gewoon. Dit was echt die, cowboy fase ook, toen je dit bestelde. Ja. Nee. Oh, zit erin. Ik oh, maar dit is echt ding leuk. Ja, dit is heel leuk. Ja, gewoon bij een zwarte outfit. Jij hebt toch ook iets met koe? Ja. Een koebroek. En jouw hele huis is koe. Ja. Ik heb echt allemaal van die koe dingen. Hoe doe je dit nou? Nou, dit is de laatste. Het is een soort playsuitje. Jumpsuitje. Met deze mouwtjes, dat vind ik wel heel leuk. Alleen is die wat diep uitgesneden. Als ik hem nu zeg maar loslaat, dan valt eigenlijk alles open. Maar dat is verder niet heel erg. Ik denk dat ik hem gewoon even vast ga knippen of zo. Met een beetje een gek tasje erbij. Dat is misschien leuker bij gewoon een zwart-wit outfit, maar... Oh, snap het idee. En dan hier... Cutwalks. Helemaal leuk. Ik heb alleen nog dit losse dingetje, want dat is een... Amelie. Zo, die schijnt door! Ja, zo. Ja, dan moet oh, maar wel, ik vind het wel leuk. Moet je wel een ballet lenen, ja. Bruin een beetje weer, hè? Ja. Hé, hey, die kan ook over die bruine pantalon. Zo. Wordt het heel bruin hier. Hé, hey, kan ook over die bruine pantalon. Met bruine pantalon. Je zei dat een keer. Ja, ja, eens. Ja, heel leuk. Oh, en? Ja. Nee. Oh, nee. Leuk? Nee, ik bedoel. Zo. Ja, dan ben je echt een zieke gangster. Anne is echt maar zo'n gangster. Ja, Anne heeft van die fucking ik heb hier allemaal geile kutjes. Ja, ik ben echt zo'n schattige kutmormel. Geen andere broek. Maar het gaat even om de top. Ik heb er nu een witte BH bralette onder. Dat is wel te zien. Moet ik misschien even kijken. Ik heb ook nog een bruine. Misschien is dat mooier. Deze tas erbij. Dat vind ik wel echt heel leuk. Alleen, het erop net deze kant. Maar ja, ik weet niet wat voor broek ik wel zou doen. Misschien een witte pantalon. Of een bruine pantalon. Daar heb ik ook eentje van. Dat is wel leuk. Ja, dan heb ik deze hier. Ja, deze ook niet deze normaal. Deze slaat echt weg. Ik weet ook niet waarom dit uitkies.
Zeg maar, wie kiest dit uit? Weet je, het is verder dingen zijn ook weer een beetje in. En daarbij, het eraan... passend, een beauty blender. Nou, kijk, die kan je gewoon meenemen. Volgens mij heb ik dit er gewoon bij gekregen of zo. Wat leuk. We gaan het aandoen. Ja! Oké, nou jongens, dit vind ik echt afschuwelijk. Dit is gewoon echt heel fout. Dit is gewoon echt... Ja. Dit is gewoon echt... Ja, dit is gewoon fout. Dit is gewoon echt heel grappig voor iets, maar ik ga dit gewoon nooit aan doen. Ja, het is gewoon te kort. Het is hem gewoon niet. Nou, dit was het weer! Nou, dat was het alweer. Ik hoop dat je een beetje inspiratie op hebben gedaan. Zo! In ieder geval, als zou ik deze video kijken, zou ik echt koud op mijn inspiratie uithalen. Ja, en het festival, zoals jullie weten, komt er helemaal aan, dus iedereen... En we hebben ook weer hele andere typetjes, dus ja. Dat is ook leuk voor jullie. Ja, voor als je een beetje stoer wil, of sexy, of leuk.